gezellig bij Q Park. Eens kijken wat ze hier ervan maken. Ik heb er een uurtje gezeten. Wat? 6.058 euro? Q Park, ben je helemaal gek geworden? Ze zegt, ik heb net een uurtje boodschappen gedaan en ik sta hier met mijn Tesla. Dat is toch wel een beetje bizar, heren. 6.058 euro. Nou, dat gaan we maar niet doen. Dat is maar... Dat is echt belachelijk. Oké, hoe kom ik hier nou weer uit? De Q Park. Het spijt me enorm dat jullie zoveel media over je heen hebben gekregen vanwege het feit dat ik een kaartje van een tijdje terug in de automaat heb gestopt en 6.000 euro moest betalen voor 1 uur parkeren. Dat was volkomen onterecht. Ik had beter moeten nadenken. Ik dacht ook beter na daarna en toen vond ik ook het nieuwe kaartje, kreeg ik een 1 euro rekening. Maar het spijt me dat jullie daar zoveel last van hebben gekregen. En ook al vertelde ik de media dat het gewoon mijn fout was en dat er niks aan de hand was, ging iedereen toch even een leuk stukje tikken. Echt, ik heb het hele jaar gesproken over ja, dat er wetgeving moet komen voor zelfrijdende auto's, over alles rondom blockchain, over nul op de meter huizen, over digitale verandering. En niemand had enig interesse. Nou ja, dat is niet helemaal waar, maar nu kreeg ik dus weer alle media over me heen. Excuses, fijne kerstdagen en een fantastisch nieuwjaar. Hoewel ik niet denk dat op lange termijn parkeergarages een geweldige investering zullen zijn. Want die zelfrijdende auto's die zullen echt gewoon buiten de stad geparkeerd worden op plekken die niet zo duur zijn. Maar goed, daar heb je de komende 5 tot 10 jaar geen last van. Happy New Year!